terug allemaal. Alweer tijd voor een wijn van de maand. Dit is de wijn waar we het deze maand over gaan hebben. Fleur de la Morigue van het domein de la Morigue uit de Provence. Een rode wijn onder de appellatie Côte de Provence, gemaakt van twee druivensoorten, hoofdzakelijk Syrah 80% en 20% Cabernet Sauvignon. Het domein de la Morigue is eigendom van de Nederlandse familie De Groot. Vader Dick De Groot heeft een aantal jaren geleden zwaar geïnvesteerd in het domein. Jean-Marie Queff is de man die daar de wijn maakt. En de wijn die we vandaag aan u gaan voorstellen is genaamd naar de dochter van Dick De Groot, met name Fleur De Groot. Rode wijn, een beetje stevig karakterke. We gaan hem een keer inschenken en hem eens aan de tand voelen. Om even van dichtbij te laten zien, een relatief donkere wijn, donker van kleur, dieprood gekleurd. De Provence is een streek die hoofdzakelijk bekendheid geniet omwille natuurlijk van de roséwijnen. Iedereen kent of heeft wel eens ooit een rosé de Provence gedronken. Maar onderschat zeker ook niet de witte en de rode wijnen die er gemaakt worden. En vooral rood wat mij betreft is een kleur of een type wijn of een wijnstijl die in de Provence dikwijls over het hoofd gezien, en onterecht trouwens over het hoofd gezien wordt. Er worden heel leuke dingen gemaakt, zoals bijvoorbeeld wat mij betreft opnieuw ook dit exemplaar. We gaan hem eens proeven. Ja. Een rode wijn met veel karakter. Hè. Ik word daar blij van. Ik vind dit is de stijl van wijnen die mij wel ligt. Vooral die Syrah bepaalt het karakter van de wijn. Dat is rijk, dat is mondvullend. Dat is een wijn die ongeveer 12 maanden gerijpt geweest is op eikenhouten vaten. Dat geeft de wijn wat meer body, wat meer karakter. Nog los van het feit dat de druiven voor deze wijn iets later dan gebruikelijk geoogst werden, waardoor de concentratie op zich ook al een extra boost krijgt. Dus vooral mondvullend, rijk in de neus ook. De typische kenmerken van de Syrah zijn bijvoorbeeld wat peper in de neus, maar ook wat zwart of donkerder fruit. Dat komt er zeker in terug. Mooi gemaakt. De tannines zijn ook zeker aanwezig. Hè? Dus het is een beetje een tanninerijke wijn. Maar dat kan zeker geen kwaad. Het hangt er juist maar vanaf bij welk gerechtje dat je dat gaat serveren. Dat is een wijn, dat spreekt voor zich, die lekker is bij lamsvlees bijvoorbeeld, bij rood vlees, bij gegrild vlees. Maar ik zou hem zeker ook niet links laten liggen bij gerechtjes met een beetje een Oosterse toets. Varkensvlees bijvoorbeeld met een vijf kruiden saus of een vijf kruiden bereiding. Dat zijn zeker gerechten waarbij die wijn ook tot zijn recht gaat komen. Dat is een wijn die, zeker als we binnenkort terug naar de wat warmere dagen gaan, misschien ook lichtjes gekoeld geserveerd kan worden. Maar in elk geval dus een mondvullend, stevig glas wijn uit de Provence voor deze maand. Laat hem smaken, tot de volgende.